Yo, YouTube en welkom bij een nieuwe serie. Want ik heb de vorige keer gevraagd wat jullie wouden met FIFA. En de meerderheid koos duidelijk voor Ultimate Team. Dus daar zijn we dan. Ik ga het starten, maar ik ga eerst pakketjes openen om een team te bouwen. Dat lijkt me wel handig, namelijk. Dus uh, dat gaan we als eerste doen. Misschien moet ik trouwens eerst nog dit doen. Ik heb die tutorial ding, of die eerste wedstrijd waarbij je. Zo'n tegenstander als waar ik kiest. Of je captain, wat het ook was. Um, heb ik gedaan. Voor de rest nog niks. Uh, maar dit hier. Misschien moet ik eerst maar een naam geven. Clubnaam wijzigen. Ja, laat maar doen. Uh, Corientis FC. Wat? Nee, man. Wat? Nee, gewoon niet. Uh, we doen we gewoon? Mijn game naam uh, Dan. Oh. Spa oh, dat is spatie. Nou, dan doen we gewoon voetbal erachter of zo. Weet ik veel. Nou, doen we ook wel FC. Dat klinkt wel leuk. Zo, up. Afkorting. Doen we dan TFC. Oh. Ik zei FC. Zo, up. Clubnaam bevestigen. Ja. Is hartstikke prima. Hier. Voltooide taak. Je eerste wedstrijd. Nee, dat doen we nog niet. Uh, je club we nu wijzigen. Dat kunnen we misschien denk ik wel doen. Laten we eens even door deze troep heen gaan. Maar oh, dat kunnen we niet doen. Moet je dit op een volgorde ofzo doen of wat? Ik denk het, ik denk het. Nou ja, boeien. Dan gaan we nu eerst pakketjes kopen om een team te maken. Want wat ik nou heb ik ken zo'n beetje niemand volgens mij. Misschien ook wel. Laten we eens even checken. Zo dus op het eerste gezicht ken ik niemand. Nee, ik ga er ook niet doorheen. Heb ik heb geen zin in. Uh, wat moet ik dit nu lezen? Hm. Whatever, whatever. Oké, okay, nou is het tijd voor pakketjes kopen. En ik heb dit wel eens gezien: video's ervan. En dan zie ik sommige mensen. zie ik echt gewoon goede spelers afkraken. En dan heb ik zoiets van: waarom? Weet je. Uh, ik ga geen naam noemen. Maar volgens mij is er een keer bijvoorbeeld Di Maria van Real Madrid afgekraakt worden of zo. Dat soort gedoe. En ik zie iets van: waarom. Dat is toch een goede speler? Waarom kraak je dat af? Maar ja, het is niet mijn probleem. Verder. Uh, zilver. Ah, we gaan komen voor goud. Waarom ook niet? Uh, ik heb even <coughs> punten gekocht om dit te doen. Voor een tientje. Dus uh, la laten, we, laten we dit gewoon doen. Laten we pakketjes openen. Uh, ja, ik weet niet wat goed is. Misschien is er een reden dat goede spelers worden afgekraakt in die pack openings. Misschien uh, ook niet. Misschien is het om grappig te zijn ofzo. Maar ik ben benieuwd... Ik, uh, ken ik, hier iemand van? Oh, ik ken Kalu, dat is leuk. Is dat Kasiljas? Nee. Wat jammer nou. Uh, Oké, okay. tof. Kalu, leuk om te hebben. Dat vind ik dan wel grappig om te zien. Ik ga niks afkraken. Um, naar club sturen. Alles naar club. Ja, ik, ik neem gewoon alles naar de club. Waarom ook niet? Stuur mijn club items naar mijn club om ze later te gebruiken. Als we, vind je ja, prima. En nu, winkelcatalogus bijwerken. Oké, okay. tuurlijk. Kunnen we datzelfde pakketje nog een keer doen? Of uh, wat is dit? Nee, en ik hoef geen zilver op het moment. Dan gaan we naar goud. <coughs> uh, 12 items. Wel onder spelers en verbruikers zijn minstens 10 goud, waarvan 3 zeldzaam. Als je in Mixed 12-Ronde dan we tenminste 10 goud met één zeldzaam. Nou, ik ga voor 10 goud met drie zeldzaam. Dat doen we gewoon. Um, ik zie wel hoeveel ik kan openen. Maar dit, dit, dit pakketje gaan we het op gokken. Waarom ook niet? Krijgen we iets moois? Krijgen we iets tofs? Krijgen we Messi of Ronaldo? Dan heb ik denk ik het geluk van... Uh, van weet ik veel wat. Oh, dat zijn weinig spelers. Is dit wat je krijgt? Serieus? Ik hoopte op wat meer spelers. Contracten, dat is denk ik nog wel oké okay om te hebben. Conditie. Wat is goed om te gebruiken eigenlijk? Hoe zit het? Ik, ik, hoe, hoe werkt dit precies? Dat zou ik wel willen weten namelijk. Nou ja. Ik hoop dat het volgende pakketje wat meer spelers. Krijgt. Dat, uh, dat zou ik wel zo plezant vinden. We doen het nog een keer. We doen het gewoon nog een keer. Ik, uh, ik weet niet of het goed is hoe ik dit doe. Misschien is het wel uh, heel lomp wat ik doe. I don't know. And I don't care. Maar. Wauw. Wow. Waarom zit er eigenlijk zilverspul tussen? Als ik vragen mag. Spelerscontracten. positieaanpassing, aanpassing. Bert, stadion. Nou, whatever, sturen we sturen gewoon weer alles naar de club. Alles naar de club, 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 club. Gewoon omdat dat kan. Uh, nee. Gaan we eens even kijken. Speciale pakketten. Ah, die heb ik al gedaan. Die heb ik al gedaan, jongen! Eh... Uh, maar misschien kan ik dat wel even beter doen nu. Want uh, daar net, uh, in deze zitten dus er wel volgens mij meer spelers in. Dan wat ik net had. Dan krijg ik maar drie spelers of zo, geloof ik, in die andere pakketjes. Het is het niet echt uh, waard. Om het maar zo te noemen. Wat is dit? Dit is... Het zijn in ieder geval spelers. Koppers, jongen. Die ook hier. Dat is dan wel leuk. Uh, pa, 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 pa. Gewoon alles weer naar de club. Jazeker. Um. En die andere pakketjes, die bevallen mij niet eigenlijk. Uh, 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 uh. Dus ik denk dat we eventjes gewoon een normale doen. Zo eentje. Ik heb dus nog zes openen. Zes spelers. Of zes spelers. We krijgen maar drie spelers per pakket, geloof ik. Maar ik... In ieder geval, we krijgen dan. Ik denk dat dit beter is dan die van net. We gokken gewoon, ik heb geen verstand van deze dingen. Uh, Oké. Okay. Spelerscontracten, conditie, training. Team G, stel voor speler. Oké. Okay. Zoals ik al zei, ik ben nieuw in het hele Ultimate Team gebeuren. Dus uh, ja, we zullen zien hoe ik het er vanaf ga brengen. Maar, uh, whatever, whatever. We gaan er wat van maken. We gaan er wel wat van maken. We komen er wel. Dan doen we het nog een keer. Want eh, ik vind die andere waarvoor we meer betalen voor drie zeldzaam. Uh, ik hoef niet per se iets zeldzaam. Nu, het is nog mijn begin. Ik heb nog geen wedstrijd gespeeld online, man. Dus waarom maak ik me druk over zeldzame dingetjes? Ik wil... Oh, de Guzman. Yes. Woe. Misschien is die helemaal niks voor Ultimate Team. Maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Uh, ja, we sturen gewoon alles naar de Club, hè. Of wat gaat daarmee? Conditie. Tenutjes. Doelman training. Oké. Okay. Tof. Tof, tof. Hoe werkt dat eigenlijk met die kaarten van conditie en zo? Pas je dat op één speler toe? Of op het hele team? Of whatever? Want ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon niet. Wat een schande. Hé, uh -huh. hey, waarom staat er nou een andere speler op die kaart? Ik heb toch wel dezelfde, gewoon hetzelfde pakketje gekozen, of niet? Nou, we zullen zien. Dat snap ik niet. Hè? Waarom een zilveren speler? Of is dit Dit is toch zilver? Of is die kleur in een groot pakketje zeldzaam? Daar ga ik niet van uit. Zoals ik al zei, het klinkt waarschijnlijk als een noep, maar dat ben ik ook in dit geval. Dat, uh, dat ben ik wel degelijk nu. Oh, er staan gewoon iedere keer andere spelers op, jongen. Ik was net bang zonder reden. Haha. Huh. Papapa. Wel een leuk geluidje altijd. E-boy. Hey die ken ik ook. En Fletcher. Wilson Eduardo. Oké, okay, tof. Tof. Tever Anderson Co. Spelerscontracten. Weerconditie. Die heb ik veel. Oh, een intertenu. Woe. Dat vind ik wel weer leuk. Dat vind ik uh, sexy. Ja, dat vind ik tof. Pum, 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 pum. Hey, het is trouwens vast wel opgewakkerd de laatste tijd, maar heel, heel, heel weinig upload. Maar dat komt, dat komt niet omdat ik geen zin heb of zo hoor. Maar het is zo pokkenwarm geweest de laatste tijd. Mijn kamer was een sauna. En daar heb ik geen zin om daarin te zitten om te gaan opnemen. Dus dat, dat is eigenlijk mijn eigen luiheid. Hey, Hernandez, kijk, dat vind ik tof. Dat vind ik tof. Dat vind ik tof. Hernandez ja, dus is leuk om bij het team te hebben. Die kennen we wel. Managerscontracten, dit zijn contracten. Waar zijn die contracten eigenlijk voor? Is dat wedstrijden of zo? Of whatever. I don't know, namelijk. Ik denk dat dat gewoon voor wedstrijden is. Dus oké, okay, tof. Leuk. Leuk, man. Die contracten zijn dus wel nodig. Dat is dus gewoon al wel een goede reden. Om, uh, om die pakketjes gewoon te gaan kopen. Die contracten die jij dus altijd wel nodig En dit pakketje heeft Messi op zijn voorkantje. Dus we krijgen een goede speler. Als je Messi ziet, dan heb je de jackpot gewoon namelijk. Let maar op, dit wordt hem. Ik voel het. Voel mijn power. Voel mijn. Helemaal niks. Oh. Als dat nou Louis Suarez was, weet je. Dan, dan sprong ik me een gat in de lucht. Maar ja, dat gelukkig dan niet. Chatley is toch wel leuk. En deze Soares ken ik wel, die van Anderlecht. Ik heb hem niet echt veel zien voetbal of zo, maar ik ken hem wel. Hem ken ik niet. Um, en contracten. Hé, hey, nog een speler. Kijk eens aan. Oh, is die dubbel? Hebben we die al? Dan kunnen we die toch verkopen, denk ik. Uh, of niet? Kunnen we die dan verkopen? Op transferlijst plaatsen. Snel verkopen. We doen gewoon snel verkopen. Ja. Want als staat dat hij toch dubbel is, dan hebben we er niks aan. En de rest gaat gewoon weer naar de club. Hey. Tof. Hartstikke tof. Um, dan ga ik nou mijn opstelling doen. Dat doe ik wel buiten record. En dan komt er binnenkort wel een uh, eerste wedstrijd. Een eerste wedstrijd van dit, uh, van dit gedoetje. Van, dit, van Ultimate Team. En uh, ja, dan zie ik jullie de volgende video weer. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat jullie tips en... Tricks achterom, om het maar zo te noemen. Van wat ik nou eigenlijk allemaal moet doen met die vage conditiekaarten. En dat soort meuk. Gewoon wat je hebt gezien. En uh, ja, ik zou zeggen tot de volgende video. Bedankt voor jullie hulp. Steun alles. En tot de volgende keer. Later.